Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Suarez. Geeft hem niet ver genoeg. Nog even aan de arm. Ook weer gevaarlijk. Carrasco gaat wel graag tegen de grond, maar voelt wel iets. Azpilicueta was onvoorzichtig twee keer. Hier te kort van Azpilicueta. Of het leek te kort. En dan de arm even rond de buik van Carrasco. Net te weinig, en dat is dan gaan liggen natuurlijk. Ja. Je valt niet omdat je die arm, omdat die arm je omver trekt. Nee, je voelt een arm en je gaat liggen. Goed. Het is geen overtreding. Trippier. Glijden van Werner, daardoor die bal even afgeremd. En Havertz kan hem spelen nu. In het centrum is Ziyech meegesprint. Werner speelt hem nog niet. Nu wel de kans, Ziyech. En de goal. Ja, mooie tegenaanval uitgespeeld door de twee Duitsers op de linkerkant. En Ziyech die sprinten. En Werner, hij scoort dan niet, maar hij legt deze toch netjes klaar voor Hakim Ziyech. 1-0 Chelsea. Atletico moet twee keer scoren. En verlengingen zijn uitgesloten. Ja, dominant en balbezit voor Chelsea in de opening. Eerste 20 minuten en dan nu scoren op een omschakelingsmoment. Na de vrije trap voor Atletico. James goed zijn lichaam gezet, maar Carrasco wint finale duel. En dit is ook mooi van Ziyech en daar is de lopende Werner. Wie is voor de goal? Werner niet. Want de hand van Oblak en dat is echt een heel goede redding. Ja, hij had niemand nodig. Ja. De omgekeerde situatie als bij de goal. Nu zie ik die Werner wegstuurt. Fantastische bal. Eerst al knap gedaan hoe die die bal meegrist met dat kattenpootje. En James. Het is Saúl die zich nu moet bekommeren om James. Oh, mooi. Nou ja, het handje van Oblak. Ziyech zoals we hem kennen met dat heerlijke linkerbeen. Ja, zo legt hij ze graag weg. Controle, goed leggen. Derde toets is het schot. Correa. Llorente, dit is wel goed gevoetbald. João Felix en Correa niet. Mendy duwt hem weer het pak in. Altijd gevaarlijk. Nou, dit is dus een vlotte combinatie. Llorente komt dan wel de sterke Rudiger tegen. Dat is wel een onwaarschijnlijke beer erachter. Ja, ik zou toch dat contractje, daar speelt hij voor. Het is een muur. Hier raak je niet voorbij. Lemar met een vrije trap. Hij mag het nog eens proberen. Met risico om daar te verliezen, maar het gebeurt niet, dus gaat het verder. João Felix. Nou ja, hij geraakt nog. Dit is een goede actie en een goede poging van de Portugees. Verdienstelijk, want niet erg ver naast en nog wat afgeweken ook. Dus corner. Zo niet eens, die kan ook koppen. Het is een kort genomen corner. En we krijgen wat? Een gele kaart. Een rode kaart. Voor wie? Elleboogstoot. Savic. Rode kaart, Savic. Dan wordt het er niet makkelijker op. Nee, dat is helemaal voorbij dan. Ja, mag niet. Nee. Maar die beweging is er wel natuurlijk. Ja, dat is er. Hij heeft dat nu net gezien heeft. Die... Ja, tuurlijk. Nee. We mogen niet zeggen, Peter, omdat het maar op de borstkas is dat het geen rood is. Nee, dat is zo. Nee. Het hoeft niet, de neus hoeft niet kapot te zijn om daar rood voor te krijgen. Dus, nee, dat is terecht gewoon. Vorig jaar kwartfinale eruit.
tegen Leipzig. Voilà. Hij heeft weinig nodig, moet ik zeggen. Eerste contact. Om toch te scoren. Er was al zo'n kans voor die andere invaller, Hudson-Odoi. Maar die kon niet scoren. Emerson, die doet het wel. Daar is hij reuze blij mee. En dat het voorbij is, dat wisten ze natuurlijk al. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.